Wij zitten momenteel aan 5,5% personeelsleden met een migratieachtergrond. En dat heeft toch voor een stuk te maken met onze kerntaken zoals schoonmaak, catering, onthaal, waar we traditioneel toch een grotere groep mensen met een migratieachtergrond gaan terugvinden. Een van de grootste drempels is taal. Als wij bijvoorbeeld binnen catering gaan mensen moeten bedienen, dan is die taal toch wel essentieel. Men moet zijn klant kunnen begrijpen en dat is toch een struikelblok voor velen. Wat wij ook al gezien hebben, en dat was dan bij hogere profielen, is dat er soms rare regels zijn rond het erkennen van diploma's. En dan kunnen wij niet altijd zeer competente mensen aanwerven op het niveau waar ze eigenlijk zouden moeten aangeworven worden. En daar zouden wij toch graag een snelle, gemakkelijkere procedure zien om buitenlandse ingenieurs of architecten ook te kunnen aanwerven. Voor hogere profielen hebben we bijvoorbeeld al gewerkt met het systeem van EVC, waar we gaan proberen toch op een snellere manier mensen die de competenties hebben en ook de nodige diploma's hebben, zij het nog niet erkend hier in België, dat we die kunnen gaan promotie laten maken, carrière laten maken. Voor onze lagere profielen hebben wij bijvoorbeeld een computeropleiding gehad, omdat we vonden dat iedereen in Vlimpers moest werken. Ook onze schoonmaaksters. En degenen die zich daar niet goed bij voelden, hebben we eerst basiscursussen PC-skills gegeven. En hebben we daarna specifieke opleidingen gegeven. En dan nog eens begeleiding op de werkvloer. Dus ook daar een achterstand weggewerkt. Ja, wij steunen het nieuwe netwerk voor mensen met een migratieachtergrond. Voor een aantal redenen. Een eerste reden vind ik dat onze maatschappelijke plicht is om dat te doen. Ten tweede, omwille van het groot aantal mensen met migratieachtergrond die wij hebben in ons agentschap, die mensen kunnen dan ervaringen gaan delen en zo verder. Dus ik denk dat het goed is dat we daar ook een aantal clichés kunnen gaan doorbreken. Wij hebben ook teamhoofden met migratieachtergrond, niet alleen schoonmaak, dus met migratieachtergrond. En ten derde, ja, als wij gaan aanwervingen doen, het wordt steeds moeilijker en moeilijker om goede mensen te vinden. En ja, we kunnen toch niet gewoon die doelgroep links laten liggen. Wij zijn constant op zoek naar goede mensen. En als daarbij blijkt dat wij een bepaalde bron niet genoeg kunnen aanboren en dat we daar nog goede mensen hebben, dan moeten we er alles aan doen omdat we naar de toekomst toe ook die mensen kunnen gaan aanboren om onze vacatures in te vullen.